Zulu heeft ook schade. Oh, Zulu valt uit de lucht. Zou een ongeval zijn, ambulance al ter plaatse, onveilige werksituatie voor hun. Nu tegen een muurtje. Uitstappen, hier komen. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, Elders Pudival en Moor. En vandaag ga ik op pad samen met Lorenzo, was het? Ja, kom maar mee. Wij pakken vandaag de Touran 2007. Lekker oud ding, je weet toch. En ja, dit is Dennis en hij is brigadier, zo te zien. En dat is Lorenzo en hij is alles wat hem uitkomt. Lekker zonnig vandaag, wel nog een beetje koud, maar goed, korte mouwtjes. Probeer gewoon niet de auto te verlaten, ja, dat gaat niet lukken. Maar dat maakt niet uit. Melding staan aan, ingemeld voor het OC. We zullen even snel voertuigcontrole doen, maar dat is niet het belangrijkste. Mocht er een Prio 1 melding komen, ja natuurlijk wel als je blauw en sirene het niet doet, want dat is al een oud dingetje. Maar ik geloof erin. Ik blijf zitten. Die staat nog verkeerd, zoals altijd. Dan doen we Ctrl P. En dan doen we even die uit. En dan groen ook uit. En dan doen we O tot de 11. En dan Alt O, want ik zat op 12. En dan zit hij wel goed. Alles doet het. En de kofferbak is compleet. Attention all units, we've got a traffic alert in La Mesa. Rijdt alsjeblieft Prio 1. Eerst Prio 1 melden we vandaag, jongen. Dan gaan we. Prio 1 ongeval, mogelijk letsel. Links vrij. Links op. Oh, damn. Voertuig op zijn dak. Staat zo te zien niet in brand. Dat is goed. Zo, daar kunnen ze langs. Zit er iemand in? Voertuig rookt wel. Eerst veilige wegafzetting. En dat doen we door middel van hier pionnen te zetten. En daar, zoals je ziet, gaan de voertuigen daar langs. En hier zullen ze ook wisselen van een rijbaan. Ik wil graag met spoed, ambulance en brandweer ter plaatse hebben. Voertuig staat, rookt, niet in brand. Daar zit iemand in, ja. Meer kan ik er niet van maken. Ik ga niet het voertuig. Niet het voertuig of niet de persoon eruit halen. Ik ga daar niet aankomen. Ik ga communiceren met mijn collega, communiceren met haar. Krijgt zo te horen geen contact met haar. Maar van links daar zo en van rechts daar zo komt de brandweer en de ambulance. Dus die zullen er snel zijn. Brandweer iets eerder. Nou, kijk eens aan. Maar wie gaat iets doen? De ambulance. Oh, oh, oh.
Hoi. Hey, ik heb auto ligt op zijn kop, zo te zien een slachtoffer wel eruit. Ambulance gaat het verder een beetje oplossen. Je hoort het van me. Ja, rij gewoon daar langs, zo. Oeh, dat is zonde, jong. Hij wordt gezocht, dus hij gaat sowieso wel even met op het bureau zullen ze, of op het ziekenhuis, in het ziekenhuis zullen ze nog politie naartoe sturen. Want hij wordt gezocht en hij is gestolen voertuig. Oh, nee, wacht. Hij was geloof ik gestolen en de eigenaar wordt gezocht, dus dat zal hij dan niet zijn. Maar wie dan wel? Ambulance gaat met spoed naar het ziekenhuis. Wij geven de weg vrij en wij gaan weer lekker snel door naar de volgende melding als die er is. Porto verkeer is nog rustig, dus ik hoor niks wat erop lijkt dat er meldingen bezig zijn. Oeps. Hola. Ik vind het altijd zo moeilijk met die motorrijders met een t-shirtje. Wat je daar nou mee moet. Target license plate 05 Tom Frank Edward 391. A traffic violation. A warrant issued. Proceed with caution. Nog een keer kenteken deze? Ja, dat is hem, hè. Stop vooraan, blauw aan. Die wordt gezocht. Hij gaat ervan op. Zet de volging motor. Zou eigenaar zou gezocht worden. Oh, niet schieten. Ga niet schieten. Dat is echt onlogisch, vriend. Nee, instap. Kom. Je hoeft niet te schieten. Gewoon instappen. Ik ga er vandoor, hoor. Jongen. Ik pik hem zo meteen wel op. Collega's hebben een aanrijding gehad. Nog één. Zeer hoge snelle dossier, we gaan kijken of we dit moeten gaan cancelen. We rijden wel een Zulu erbij. Hij kan in principe hier in de haven niet heel veel plekken vinden om weer te ontsnappen. Alleen de uitgang. Oh, verkeerde knop. Oeps.
hier komen. Kut. Staan blijven. Ben aangehouden. Meewerken. Zijn verdachte aangehouden. Van zijn motor gereden. Flinke schade aan beide voertuigen. Zulu bedankt. Zulu heeft ook schade. Oh, Zulu valt uit de lucht. Zulu gaat snel weg hier. Ja, ik ben mijn collega kwijt. Daar is hij dan, maar... Ik vond het goed joh, wat is hij nou allemaal aan het doen? Staat hij hier met zijn wapen daar zo, terwijl de motor al daar was? Ja, dan denk ik van... Oh god. Oké. Nou, ik wil graag een takeltje. En jij bent... Ik geloof dat dat hem niet is. Was dat de eigenaar? Oh ja, oké. Nou, hij werd gezocht inderdaad. Dus, ja. Nou, mijn collega. Staat hij nog ergens? Nee, die is... Oh, daar! Nou, dan gaan we die eens even ophalen. Mensen, ik zie jullie zo als ik hem weer heb opgehaald. Ja, als ik hem melding krijg, heeft hij dikke pech. Maar goed, tot zo. Hoi. Pannenkoek. Zo, wij gaan door. Wij zijn weer inzetbaar. Wat een pipo. Jongen, jongen, jongen. Ga ik een aantekening voor maken hoor. Met jou wil ik niet meer werken. Ik wil naar rechts. Anders gaan we weer richting de haven. Daar heb ik geen zin in. Oh, maar ik kan gewoon naar rechts. Dat geloof ik, vriend. Het is groen. Oh nee, wacht, dat is voor linksaf. Sorry. Het is groen, dankjewel. Oh, wat ga je doen? Wat ga je doen? Wat ga je doen? Dat is toch asociaal? Ik snap dat je rechtdoor moet en dat je voor rechts stond. Kentekencontrole. Als die goed is, dan zal ik hem laten gaan. Is alles behalve goed, hè? Niet geregistreerd. Oh, weet je wat ik ga doen? We gaan hier zo de bocht maken. En dan gaan we hierheen. Lukt dat? Ja, dat lukt. En dan gaan we hier naar binnen. Want het voertuig mag toch niet verder rijden. Dus dan hebben we hem meteen in ons gebied waar we hem in beslag nemen. Want hier drop-off zone van de in beslag genomen voertuigen. Dus ik parkeer hem hier. Oh, en jij mag hem daar laten staan. En als hij er vandoor gaat, ja, dan komt hij niet ver. Hallo. Hallo. Raar een ID zien. Ik geloof dat hij namelijk geen rijbewijs heeft. Maar nou, ik ben niet de eigenaar van het voertuig, geloof ik. Ah, oké. Goed. Even het volgende. U mag uitstappen van mij. U bent aangehouden, bent niet onder de verplicht, maar u wordt nog gezocht door ons. U heeft nog een gevangenisstraf openstaan. Collega... Hij verzet zich. Au, oké. Collega, kom je nu wel? Wat een pannenkoek. Hier komen. Staan blijven. Hey. Staan blijven. Ben ik duidelijk of niet? Hè? Ga je meewerken? Oké. Taser erbij. Wordt getaserd als je nu niet gaat meewerken.
Goed zo. Mijn collega daar nog steeds. Ik blijf lekker zitten. Met die bijrijder. Zit hij nou in de auto? Ja, zit hij wel. Die wil natuurlijk ook even weten of die nog gezocht wordt of iets. Gaat u zitten, want we zijn er toch waar we je moeten droppen. What the fuck is dit? Hey! Wordt hij nou gestolen? Hey, stop even! Hey, hallo! Uitstappen bij de, ja, middelvinger kun je geven. Hey! Goed zo. Was jij nou de bijrijder of niet? Vuurlijnen, collega. Ik heb hem. Goed. Ja, dan ga ik even multitransport vragen. Dus voor alle tweede partijen. Eén collega vraagt om een assistentie. Assistance required for a suspect placed under arrest in Rancho. En wie ben jij? Stoppen. Dat is gehoord. Maar die graag. Net zat je niet in dit busje, dus ik weet niet waar je vandaan komt. Dan krijg je van mij een bekeuring. En je mag je weg vervolgen. En dan mat ik je misschien nog met het feit dat je deze bus wou stelen met je kameraad daar. Son of a bitch. Ja. Fijn dag verder. Ja. Je gaat niet in dat busje instappen. Nee, nu zit ik naast hem. En terecht. Terug op het bureau, maar meteen weer door. Zoals altijd. Altijd zo toevallig hè, dat we net een melding krijgen als we op het bureau zijn. We gaan voor een prio 1 melding. Richting de snelweg zo te zien. Collega, gooi alles er maar op. Vrij, rechtsvrij, voor mij vrij. Zou een ongeval zijn, ambulance al ter plaatse, onveilige werksituatie voor hun. Zo. Dat was even geen grip, maar goed. We leven nog. Daar links is het. We gaan één baan dichtgooien hier. Stoppen. Ik weet niet wat je van plan was. We gooien toch twee banen dicht even. En hier nog een pionnetje. En dan gaan we eens kijken. Veilige werk om werkgebied. Hoi, wat el? Wat is gebeurd? Iemand. Hey, wat is er aan de hand? Goed dat we je zien. We zijn er bijna zeker van dat de persoon hier een hartinfarct heeft gehad. Of doormaakt. Hoe is het met meneer? Kan ik met hem praten? Alleen één vraag, we moeten hem echt stabiel hebben. Oké, dan. Meneer, kunnen we horen? Zegt hij. Ik wil u een vraag stellen. Gewoon even met ja of nee beantwoorden. Ja, weet je. Ik heb nu al zo vaak. Nummer 4. Tot ik naar de dochter ga die daar in een flatje woont. En dan zeg ik, uw vader heeft een hartaanval gehad. Hij gaat nu met spoed naar het ziekenhuis. Hij heeft een ongeluk gehad daardoor. Maar het maakt goed. Ik wil gewoon eens even weten. Oké. Ja, goed.
Ik wou dus nu even weten, meneer, weet u hoe het ongeval is gebeurd? Dat heb ik hem gevraagd. Bericht voor alle wagens. Daar kwam niet veel goeds uit. Ja, ik heb het gevoel dat ik in mijn borst een mes heb gestoken. Ja, dat is een beetje een rare beschrijving voor een infarct. Meestal bij een infarct hoor je toch wel, ja, er staat een olifant op mijn borst. Maar ja, het verschil moet er zijn. Hè. Dus we gaan niet naar de dokter. En we gaan ook niet verder achterkomen hoe het is gebeurd. Ja, door het infarct waarschijnlijk, eigenlijk domme vraag van mij. Maar ik wou het gewoon eens weten. Dus ja, wat de anders is zo standaard, gaan we een slecht nieuwsgesprek houden. Ja, een leuk, maar een niet voor nu. Goed. In de tussentijd, voor de mensen die echt heel alert zijn daarin, is het ook opgevallen dat ik inmiddels weer de streepjes heb in plaats van brigadier op de schouder. Ja, dat kan gebeuren, hè. Hoi hoi. We gaan naar de laatste melding van vandaag. Oh, deze moeten we nog met 0 denk ik beëindigen, ja. Een bericht voor alle wagens, een bericht voor alle wagens. Stolen voertuig. We hebben een possible stolen vehicle in Little Seoul, respond code 3. Met hier een gestolen voertuig boven mij er vandoor. Tegen het verkeer in? Ja, shit. Dat wordt een lastige. Nee, daar ga ik nooit bij kunnen komen. Tegen het verkeer in gaat hier een gestolen voertuig. Ik ga met het verkeer mee. Het was al tegen het protocol in dat ik... kan mensen dat ik überhaupt even dat stukje tegen het verkeer in rijd. Ik hoop dat we hem wel nog op de kaart kunnen blijven zien. We zijn nu leaving. Nou, hij gaat hier de snelweg af en gaat daar links. Dat is waarschijnlijk verongelukt. Dit is hem. Dus zijn voertuig aangetroffen, achtervolging, gaat er vandoor, knalt tegen ons politiebureau aan. Nu tegen een muurtje. Uitstappen, hier komen. Uitstappen. Nagehouden. Liggen. Vuurlijnen, mijn collega zal namelijk links achter mij staan te richten. Vuurlijnen, ja, goed zo. Nagehouden voor diefstal van een voertuig, niet beantwoord verplicht recht op een advocaat, die wordt hier naar het bureau gebracht hieronder. Ambulance mij, ja, goed zo, collega, topwerk, deurtje dicht, laten we hier staan, pikken we zo meteen wel op. Instappen. 41 is dat je bericht. Bericht voor alle wagens, bericht voor alle wagens, ja. Wordt deze ook gestolen hier? Ik ga kijken of ik hem nog een stopteken kan geven. Oh, was het deze niet? Als je er vandoor gaat, ben ik te lul. Even kijken of die als gestolen opstaat. Suspect's license plate 68 David ja, okay. Boy Victor 097 a possible uitstappen. Stolen vehicle. Proceed with caution. Please blijf staan. Ik kan toch geen achtervolging hebben met een persoon achterin. Mooi, keurig. Ben aangehouden. Liefste van een voertuig, niet antwoord verplicht. Vraagt om een advocaat. Ik ga u een boeien als u mee wilt werken. Dat wilde u niet. Dan ga ik hier een collega laten komen. Bericht voor alle wagens. Staan blijven wel. Hey, luister eens. Collega vraagt om uw assistentie. Pannenkoek. Hey. Liggen. 1202 OC, ik ben aangehouden. Vuurlijnen. Goed. Mijn collega's gaan u meenemen en ik ga er vandoor met
ik ga er vandoor met mijn collega, mijn boefje achterin, als hij er nog zit, want ik zie hem niet meer daar. En dan kunnen we twee gestolen voertuigen veilig terugbrengen bij hun eigenaar. Wel met de ene met flink wat schade. En hoe krijgen wij schade? Nou, hierdoor. Dat is altijd zo zonde, hè? Dan krijg je zo'n dikke schade doordat je tegen dat hek op moet rijden omdat het niet open gaat. Maar goed, ja, dat dus. Wij zijn hier en wij zetten hem hier zo neer en dan hebben wij weer een boefje afgeleverd op het bureau. En dan ga ik iedereen bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie een hele leuke video vonden en ik zou zeggen tot de volgende. Doei!